Het telen van vanggewassen voor het verhogen van de organische stof staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Reden voor Barenbrug en Universiteit Wageningen om de verschillen in organische stofproductie tussen de vanggewassen en de teeltmethodes te onderzoeken. Als je zorg draagt voor voldoende organische stofaanvoer via verschillende bronnen, zoals gewasresten, organische mest en last but not least geslaagde groenbemesters en vanggewassen, verhoogt dat de opbrengst van de volggewassen. Het is belangrijk om op zijn minst de afbraak van organische stof die per jaar afbreekt te compenseren. In een bodem van ongeveer 3% organische stof breekt er per jaar een 2000 kg effectieve organische stof af. Effectieve organische stof, dat is die organische stof die na een jaar nog over is in de bodem. Wij hebben hier in Vredepeel op deze proeflocatie de organische stofproductie van verschillende vanggewassen onderzocht. Wij hebben circa 1 maand na de oogst van de mais de bovengrondse en de ondergrondse biomassa gemeten van 2 rietzwenkgrassen, Italiaans raaigras en Proterra mais. De rietzwenkvanggewassen zijn gelijktijdig met de mais ingezaaid. Het Italiaans raaigras is in het kniehoogstadium van de mais gezaaid. De conclusies die we konden trekken uit dit onderzoek is dat we gezien hebben dat er 1 maand na de oogst van de mais al heel veel biomassa geproduceerd is door de rietzwenkgrassen. Daarbij is er ook een groot verschil geconstateerd in de biomassaproductie tussen de soorten. De Proterra mais produceert meer biomassa dan de enkelvoudige rietzwenkgrassen. Ook zagen we dat de Proterra mais gelijktijdig gezaaid met de mais en 1 maand na de oogst veel meer organische stof oplevert dan de Italiaans raaigras die half juni ingezaaid is. Door te kiezen voor het juiste vanggewas kun je dus de opbrengst van je maisgewas op de lange termijn veiligstellen. Proterra mais levert van alle vanggewassen onder mais de meest effectieve organische stof. Aandacht voor een goede opkomst, onkruidbestrijding en voorkomen van concurrentie met de mais zijn essentieel voor een succesvolle teelt. De extra organische stof verbetert de bodem en levert mineralen voor het volgewas. Dit is gunstig bij droge periodes en bij zware regenval. Wil je meer weten over Proterra mais of de teelt hiervan? Bezoek dan de website www.barenbrug.nl.